Dus ik was jullie even vergeten. Oh, spijtig genoeg moet ik dus weer commentaar geven over Walibi en een beetje over mijzelf. Ja, ik weet het, dat lijkt een beetje raar, want jullie weten, als jullie de vorige video hebben gekeken van Walibi, over commentaar geven, dan weten jullie, het geluid van mijn camera was dus heel erg slecht. Maar de video, die was heel erg goed gemaakt. Walibi is zo cool. En dit zijn zeg maar de boomstammetjes. Hey, ik was er gewoon bang voor, Arthur. Mijn beste vriend, die is er nu niet, want hij is ergens naartoe, zeg maar. Dus ik ga het nu alleen doen, zeg maar, commentaar geven. En daar zat er ook een lange wachtrij. Ik zag daar ook kleine kinderen die heel erg bang waren. Maar ik was niet zo bang als hun, hoor. Maar het staat daar ook een warning. Waarom gaan we erin? Ik, echt, die wachtrij was zo lang dat ik heel erg veel honger had. Ja, dat was in augustus. Dat was in augustus dat we naar Walibi gingen. Dat was een paar maanden geleden. Sorry vrienden, maar we hadden echt geen tijd om mijn video's te bewerken. Dat is allemaal door school, hè. Daarom had ik echt geen tijd. Oh man, moet je zien wat een lange wachtrij. Was ik helemaal vergeten, man. Ik wist niet dat het zo groot was. Oh my man. Allee, dat kan toch niet? Ik had natuurlijk ook mijn GoPro-helmpje meenomen. Maar die heeft niet zo goed gefilmd. In het donker dus. Want hij heeft zo'n kleine sensor in het midden. Zo in de camera heeft hij zo'n kleine sensor. En hij is heel erg gevoelig voor licht. Snappen jullie dan? Daarom heeft hij daar zo niet gefilmd. Maar jullie zullen wel begrijpen wat het is, hoor. Kijk. Dit heb ik nog steeds helemaal bij mij. Mijn GoPro-helm. Nee. Huh? Wow, discolampjes. Moet je zien, man. Dat is heel erg cool, die disco. Wow. Zo cool. We kunnen toch wel zien wat erin staat, hè. Oh. Ik zit nu niet in Walibi. Ik zit hier gewoon te kijken, ook samen met jullie, naar mijn videootje. Oh, ik draai me om. Wow, we gaan achterwaarts. We gaan achterwaarts. Ah. Dat was geen grote splash. Daar zie ik ook mensen achterwaarts gaan. Nee. Moet je al dat water zien, man? Dat is... Wow. Nee. Kijk, hij draait. Hij gaat draaien nu. Wow, heel erg cool, hoor. Veel technologie waarvoor ze nodig hebben. Maar de mensen uit de Walibi, die zijn heel erg slim.
Oh, nee. Nee. Als ze zo naar boven gaan, dan zie je zo... Wat staat er op die banden? Is dat water die naar beneden glijdt? Ik wil die Mamma mia, papa, pizza. Wow, dat is heel erg hoog. Dan ga je zeggen, van beneden lijkt dat simpel, van boven lijkt dat heel erg moeilijk. Dus de dood. Oké, riemen. Oh, ik heb geen riemen bij me. Ja, in de boomstammetjes zaten dus er ook geen riemen, alleen maar handvatten. Oké, handen naar omhoog. Oh, je rechtstaan mag niet, maar dit wel. Kom op! Daar ben ik, tof! Hallo daar! Oh ja, dat was in augustus, dus ik zei het gewoon tegen mezelf. Hallo! Ja. En daar zat er natuurlijk ook geen stuurtje in, hè. Dat ging gewoon mee met de waterstroming. Dat zijn dus de boomstammetjes, hè. En mijn haar, die staat er ook zo niet recht, hè. Ook al ben ik nat geworden, Arthur, die is er nu nou niet, maar zijn haar, die werd er heel erg nat. Maar onze gel is fantastisch, die werkt nog steeds. Oh, en de boomstammetjes, die was dus zeker en vast naast de pulsar. Dus je kon de mensen horen gillen, zo van... Ah, jongens, het spijt ons echt, maar als jullie tussen onze video's zitten en jullie willen daar niet tussen zitten, jullie willen dat jullie hoofden er niet tussen gaan zitten, dus dat kunnen jullie onder onze video's vragen, daaronder dus. En niet te vergeten, ik heb ook een eigen YouTube-channel van gaming en dat is hier zo, ik speel games. Haha, we moeten direct op YouTube gaan opzoeken van Ik Speel Games. Natuurlijk ook niet soms. Oh ja. Oh, deze video zeker en vast liken. Onze kanaal abonneren. En tot de volgende keer natuurlijk. Dag!
abonneer ons. Zeker en vast niet te vergeten, man. En deze video liken.